Hallo allemaal, ik ben Jarel en ik ben weer terug met een nieuwe video. Vandaag ga ik een unboxing doen. Ik heb een microfoon besteld met een soort van statief erbij en een koptelefoon van Bax. En dit is trouwens niet gesponsord, want kleine YouTube kanaal worden meestal niet gesponsord. Dus like, dit heb ik gewoon zelf besteld. En het is best wel een grote doos. En ik dacht, het is wel leuk om te filmen. Er staat tv op achtergrond aan, omdat ik niet kan leven met mijn eigen gedachten. Dus, you know, we gaan hem openmaken. Haha, de bovenkant is eraf. Sorry, ik heb weer echt als in echt maanden voor gespaard. Het is echt crazy, oké. We beginnen met de koptelefoon. Koptelefoon. Ik heb de Divine Pro 400 besteld. Ja, ik zit voor de kerstboom. Fuck dat. Ja, en ik ga hem er nu even uithalen. Wauw, er zit een heel rits systeem bij. Wauw. Wauw. Holy shit. Slay. Dit is echt nice. En twee soorten draadjes. Oh, maar gewoon deze kan ik. Ah! Deze kan ik gewoon in een versterker doen. Dat is zo cool. Oh mijn god. Koptelefoon. Ik ga hem zo nog even testen, maar nu is het even het uitpakproces zien. Oké. De microfoon! Ah! Oké. Oké. Blijheid. Oké, dat is cool. Oké, een boekje, wat moeten we ermee? Waarschijnlijk gaan we die nog. We hebben. Dit is de microfoon. En die gaat even zo hangen, want vocals en shit. De microfoon die ik heb is de Divine M-Mic USB BK. Ja, dat dus. En we hebben hier een houder. Die moet dan. Ja, oké, makes sense. En dan de aansluiter voor de laptop. En ook nog een mini statiefje ervoor erbij. Voor het geval je alleen de microfoon koopt, wat heel erg redelijk is, die snap ik. Oké, hier de popfilter. Hoe kan je het voorstellen? Vocals zingen met de popfilter. Ah! Dat is zo crazy! Oké. En dan hebben we het grote geschut. De broadcasting arm. Oké, ik ga er trouwens alles dadelijk terugzetten. Ik moet toch installeren op mijn kamer. Dat ga ik ook filmen nog. Ik ga eerst een kleine stukje eruit halen. Dit is een wit doosje. Ik fucking veel aan! Er zit er nog een doosje in. Dan hebben we hier nog meer onderdelen. Ik doe alsof het een verrassing is, maar meestal een wit doosje zit altijd onderdelen in. Dus ik weet niet waarom ik het nog allemaal uit elkaar haal. En dit is de, hoe heet het ding? Standaard microfoon. Microfoon standaard ding. Oké, er zit niks meer in. Maar ja, dit zit dus allemaal in de doos. Dit heb ik dus allemaal besteld. Ik ga het zometeen installeren in mijn kamer. Dus we gaan nu naar mijn kamer toe. Dus we zijn nu verplaatst naar de kamer waar de magic happens. De magic is vooral veel liedjes schrijven en liggen in bed. Dat is de magic. Koptelefoon. Die heb ik hier. Doos is met de doos. Ja, dat ruimt. Dan gaan we even kijken hoe het zit met deze dingetjes. Laten we eerst de microfoon in elkaar. We hebben nu fel licht. Jee. Oké. We gaan dit in elkaar zetten. Waar ik dus ben achtergekomen, na dit 2 seconden van lezen. Zeg maar, dit is dus zo'n houdertje waar de microfoon in gaat. En we hebben er ook zo'n klein standaardje bij. Dat standaardje moet je dus niet gebruiken, maar ik wist niet zeker of deze wel er nog bij moest. Maar schijnbaar wel. Dus de instructies. Die heb ik al meegenomen. Het is zo dom, ik noem weer niet. Kijk, ik heb ze gewoon nog. The microphone can then be installed in the shop mode with the help of the illustration. Let's position the mic as shown in 2. It while squeezing the 2 brackets together. Oké, we gaan een poging wagen. De poging wordt gewaagd. We gaan hem niet laten vallen. Dat zou echt zonde zijn van het geld. Ik heb het. Oké.
position. Helper. Aha, we hebben hem. Yes. Wat we nu moeten gaan doen, is de broadcasting arm. Het wordt heel bijzonder, want ik weet nog niet precies waar die moet. Want ik heb niet zoveel ruimte. We zien het vanzelf wel. Jee. Dit heeft gewoon geen instructies whatsoever. Oh, that's great. This is just perfect. Oké, dus hier moet die microfoon aan. Vast komen dan. En dan moet hij daar. Dus dat hebben we vast uit. We weten waar de microfoon moet, dat is ook belangrijk. Ik ben in de war. Oké, dus zo, hij moet het eigenlijk zo. En dan gaat hij aan de deur omhoog. Maar dat kan nog niet dat deze vastgetaped zijn. Blablabla. Of dit ding zit gewoon op. Maakt niet uit. Dus het gaat om dit. Oké, dan hebben we twee dozen. We gaan de doosjes even unboxen. Dit is trouwens geen tutorial. Dit is gewoon een desperate hope dat alles goed komt. Dan hebben we hier een ding wat het aan de tafel moet gaan vastmaken volgens mij. Ten tweede hebben we hier. Kijk, hier heb je schroefjes. Het is niet meer apart bij elkaar. Voor mij is dit dan gewoon dat je in de tafel gaat schroeven. Maar hier ligt glas op. En moet je niet gaan schroeven. Dat breekt en stukjes. Dat is stiekem een klein beetje groter dan gebruiksaanwijzing in die kleine doosjes zou zitten. Nou, geen gebruiksaanwijzing, maar hoe je het in elkaar zet en shit. De poging gaat gewaagd worden, toch wel. Oh! Dit is echt heel dom. Dit is echt heel makkelijk. Dit was echt heel stupid. Heel teleurstellend. Dus hoe erg ik hier niet kan. Deze kunnen gewoon rustig tot een doos in. Oh, deze maakt een deze doos. I don't care. Kijk, dit is een heel makkelijk proces. Kijk, je hebt dus zeg maar dit ding. Hier, dit zit een gat. Daar moet deze in, dit stokje. Heel goed zien. Kijk, dit stokje moet in dit gat. En dan vervolgens kan je zeg maar deze soort van bankschroefachtige vibe, kan je dat losser doen. Dan doe je dat op een tafel en dan doe je het vaster. Dat is geen woord, vaster. Maar ja, dus dit is eigenlijk heel makkelijk. Dus we gaan het nu gewoon eventjes doen. Vraag is echter, waar gaan we hem doen? Gewoon hier op, gewoon letterlijk bij de ingang van de kamer. Kijk, het is best dom om dat daar te doen. Maar ik kan het nergens anders doen. Ik heb geen ander bureau. Dit is mijn enige optie. Okay, dus nu als we deze... heerlijk. Staat hij de goede kant op. Vooruitgang. Oh damn, ik moet hem niet te strak, want anders gaat dat ding draaien. Yes. Look at it. Great. Nu zit hij goed. Zit jij er goed in? Niet eruit vallen, alsjeblieft. Ik zweer. Ik ga huilen als je eruit valt. Kan ik dit draaien? Nee. Ik moet dit ding draaien. Of kan ik? This is great. This is great. Ik denk misschien wel, goh. Had je hierbij niet, ook nagedacht van, goh, misschien moet je het niet ondersteboven fucking installeren. Gek genoeg heb ik daar niet zo over nagedacht. Is, zou het niet moeten werken. En nu de popfilter erbij. Dat is iets wat hier moet. Dat lijkt me vrij onwaarschijnlijk. Maar, everything is worth a shot, so. Hip hip hooray for me. Dat is wel goed. I think so. Dus nu heb ik hem in elkaar gezet en nu gaan we hem even testen op zeg maar de niveautjes die er zijn en de koptelefoon natuurlijk. Die heb ik nog helemaal niet opengemaakt. Nou, ik heb hem wel opengemaakt, maar niet echt. Zit. Oh, je moet hem erin draaien. Dat is zo chill dat ze niet zomaar uitgaat. Dit is zo dope. Ah, ik ben zo excited! Eerst gaan we de koptelefoons testen. De koptelefoons, ik heb één koptelefoon. Maar jullie zullen hier niks van horen, van wat ik hoor. Want het is een koptelefoon, zo is het andere kwaliteit. Dus ik ga nu, obviously, naar een Spotify. En ik ga, obviously, een Taylor Swiftje afdraaien. Niet het hele liedje, wat ik wel graag zou willen. Maar ik ben een YouTube video aan het filmen, zo. En dan ga ik even... Sorry, ga ik even kijken naar het geluid en zo. Alsof ik professioneel ben. We gaan mastermind doen.
Zo goed geluid, joh. Holy shit, het klinkt zo afgezonderd of zo. Dit is goed. Het is een goede koptelefoon. Het klinkt gewoon zo gefocust, direct of zo, you know? Nu ga ik even eentje van My Chemical Romance testen. Dit is heel goed. Je kan zeg maar alle lagen horen, wat erg cool is. Is maar alles net iets beter uitgezonden, maar niet op een lelijke manier of zo. Dat is wel cool. Nu is het tijd voor de enige echte test. Maar kijk, ik ga denk ik dan gewoon een stukje op Bandlab opnemen waarin ik gewoon praat. En dat zal ik dan over deze video heen plakken, zodat jullie het verschil een beetje kunnen horen. Het gaat sowieso anders zijn, want obvious, dat is een telefoon. Dit is een microfoon. Het rijmt. Ah! Nee, maar ja, er zal sowieso een verschil zijn. Is het hetzelfde? Misschien. Oh. Oh. Zo crazy. Dit is heel raar. Hoi. Holy fuck. Dit is echt. Dit is het raarste wat ik ooit heb meegemaakt. Dit is echt van. Er is geen echo. Het is gewoon. Je hoort het amper. Like, wat? Crazy. Oké, ik ga nu even wat opnemen. Wat ik dus hier ook echt. Ja, maar over het algemeen is het gewoon van, dit is, het is lekker afsluitend of zo. Het is echt van, ik zet hem even uit, want ik raak er gestrest van dat ik mezelf kan horen. Oké, okay. Het is, I don't know, het klinkt, hou je mond! Anyway. Het is een stuk meer geïsoleerd en gefocust audio of zo. Het is echt van, jullie horen het nu ook, dus jullie zullen het waarschijnlijk ook wel merken, maar... ik weet al wat verschil als ik deze weg doe. Dus is dit anders? I don't know. Ik zet hem even wat harder. Misschien hoor ik dan het verschil. Hoi. Hoi. Oh ja, je hoort wel een beetje verschil, ja. Heb ik hem nu verneukt? Misschien een beetje. Maar niet heel erg. So it's fine. It should be fine. Oeh. Werkt alles nog? Hallo? Oké, top. Ik laat het nog wel zo. Ja. We gaan nu weer terug naar de normale audio. Yeah. Oké. Okay. Al bij al. Al met al. Well, ik weet niet hoe je dat zegt. Fucking goed. Ik ben super blij. Ik ben heel blij. Echt. Painfully happy. Bedankt voor het kijken naar deze video. Hoop ik vond je een beetje leuk. Het is een beetje anders dan ik normaal gesproken doe. Maar ik heb nog steeds met muziek te maken. En ik ben heel blij met mijn microfoon. En dit betekent er komen zeker betere kwaliteit koffers aan. Ik zweer het jullie. Dit is echt momenteel, dit is echt perfect, I love it, dus ik ben echt heel blij. Maar ja, dus tot de volgende keer. Ik ben zo blij. Oh mijn god, dit is echt niet te bevatten.